Goedemorgen, het is alweer de volgende dag en ik heb net eventjes onder deze open luchtdouche gestaan. Wat heel erg lekker is, komt gewoon heerlijk warm water uit. Nu is het tijd om weer eventjes een beetje make-up op te doen en dan gaan we zo meteen hier lekker ontbijten. En vandaag hebben we nog een paar uurtjes voordat vanmiddag de boot weer terug gaat. Dus ik wilde eigenlijk nog heel graag naar een leuk tentje dat een vriendin van mij had verteld. En dat is ook nog over een brug naar een ander eiland. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Dus ik zou zeggen, snel even wat make-up erop kwakken. Onze tassen inpakken. Even snel ontbijten en dan nog de laatste beetjes van het eiland en de omgeving zien. Zo, ik ben weer klaar met make-up. En ik dacht, laat ook eventjes vandaag mijn outfit of the day zien. En ik draag gewoon een wit shirtje van Bershka. Super simpel shirtje, maar ik vind hem echt heel erg fijn met van die opgerolde mouwtjes. En dit leuke broekje is van Lovies. En deze is echt super luchtig. En deze vind ik echt super schattig door die leuke franjes. En in mijn hoofd, op mijn hoofd heb ik een batik haarbandje. En ik heb mijn haar gewoon eventjes in een knot gedaan. Dus ja, dit is de hele look. En ja, ik heb hier highlighter. Ik ben nog niet zo erg aan het shinen vandaag. Maar ook al ben je op vakantie, ik vind dat highlighter gewoon nog steeds kan. En ik moet zeggen dat het hier op de camera net iets heftiger lijkt. Als in het echt. Oh nee, dat is niet waar. In ieder geval, dit is de highlighter van Nikki Tutorials en Ofra. Ben ik nog steeds echt super blij mee. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Dus ja, nou, klaar voor vandaag. We zijn inmiddels aangekomen op het eiland Senigan. En hier hebben we al een tijdje gewoon rondgereden op de scooter. We zijn op verschillende plekjes gereden. Eel, ree. En we zijn als eerste langs Seabreeze gegaan. Dat is een heel leuk tentje die een vriendin van mij had aangeraden. Maar we hadden nog niet zo heel erg dorst of honger. Omdat we net hadden ontbeten. Eel, dat is echt heel vies. Dus we zijn doorgereden naar de Blue Lagoon. Dat zag er echt super mooi uit. Dat was echt heel gaaf. En als we dan ietsje verder gingen, kwamen we ook aan de andere kant waar het ook echt heel erg mooi eruit zag. En toen wilden we eigenlijk terugrijden naar de Seabreeze, omdat ik toch wel honger had gekregen en dorst. Maar de weg waarop wij heen waren gekomen, die waren ze nu ineens aan het asfalteren. Dus die hadden ze gewoon afgesloten. Dus daar kan je gewoon niet overheen. Ja, zo makkelijk gaat dat hier eigenlijk. Dus we zijn maar de andere kant op gereden en nu zitten we bij Secret Beach. We zitten hier bij een klein barretje. Dat bij een resort hoort. En daar zie je de Secret Beach. Ziet er echt super mooi uit. Alleen de stroming is wel best wel heftig. Maar het is echt prachtig hier. Nu zijn we weer terug bij het resort waar we onze kamer hadden, want we worden straks opgehaald. Dan worden we gewoon weer helemaal naar de haven gebracht met de boot weer naar Bali. En dan zijn we weer soort van thuis. Hallo iedereen, het is inmiddels ongeveer 2 dagen verder sinds de laatste keer dat ik heb gevlogd. En dat was omdat het onze 2 laatste dagen in Bali waren, of op Bali. En daar wilde ik natuurlijk wel gewoon volop nog van genieten. Maar het is nu onze uitcheckdag in dit hotel. Het is bijna helemaal opgeruimd, we hebben al helemaal ingepakt. Dus ik dacht, ik geef jullie gewoon nog eventjes een kleine overview van de hotelkamer en eventjes mijn koffer. Want die vind ik ook wel een beetje het laten zien waar. Dus daar ga ik even eerst beginnen. Dit is trouwens mijn nieuwe koffer. Deze is van American Tourister en ik vind hem echt super chill. Hij is lekker hoog, dus er past echt vet veel in. Maar wat ook vooral heel erg gaaf is en vooral voor degenen die heel erg van georganiseerd houden zijn, lekkere zin. Is dit vast heel erg fijn om te zien. Dit zijn namelijk mijn packing cubes. Deze roze, die ken je nog misschien wel van de AliExpress shoplog die ik een tijdje geleden heb gedaan. En ja, die heb ik ook deze keer gewoon gebruikt. Wel moet ik zeggen dat de kwaliteit niet echt geweldig is. Sommige ritsjes doen het niet zo heel erg goed. Dus ik ben er niet compleet over te spreken. Maar het is wel echt super handig om zulke packing cubes te gebruiken. En ik heb ook deze van Eagle Creek. Hier hebben we laatst een artikel over geschreven op Travel Lab, onze travel blog. Dus check die zeker ook even. Want ik vind deze echt een stuk beter. Maar moet je kijken hoe mooi alles past. Hieronder zit zeg maar nog zo'n grote. Het is echt gewoon net een hele mooie puzzel. En het steekt niet eens uit, dus de koffer kan echt makkelijk dicht. Terwijl ik echt wel heel veel spullen mee heb. Kijk, zelfs dit mini kleintje, die past echt precies daartussen. Dus
Ik vond het echt helemaal geweldig dat het allemaal zo geweldig paste. Dus ik dacht, ik laat het eventjes aan jullie zien. Verder is dit de rest van de kamer. Ja, klein beetje rommelig nog de laatste spulletjes. Dit vond ik ook wel heel erg chill. Een open kast. En ik vind altijd namelijk een dichte kast een beetje eng, omdat ik bang ben dat ik dingen vergeet. Dus dat hier een open kast in zit, is echt super chill. En dit konijn wordt trouwens geleverd in elke hotelkamer. En ik heb hier een hele fijne zonnebrand, maar hij is net iets te bruin voor mij. Dus ik ga deze achterlaten voor misschien het kamermeisje. Of ik denk dat iemand hier zeker wel gebruik van kan maken. En dan is dit de rest van de kamer. De badkamer is ook open, dus dat is wel heel erg gaaf. Toilet. En dit was de douche. Dus we hebben nog een paar uurtjes. En dan gaat vanavond onze vlucht naar Jakarta. En daar hebben we ook nog ongeveer een halve dag. Goedemorgen iedereen vanuit Jakarta. We zijn hier gisteravond best wel laat aangekomen. Dus toen heb ik eigenlijk alleen... Nee, ik heb trouwens nog best wel wat dingen gedaan. Ik miste het bloggen en het werken eigenlijk toch alweer een beetje. Dus ik heb gisteren bij Tara best wel wat geappt. En ik heb wat mailtjes gedaan. Ik heb zelfs al foto's bewerkt en klaargezet. Maar ik sta momenteel in de hotelkamer waar we dus even een nachtje hebben overnacht. Vanavond gaat onze vlucht terug naar Nederland. Namelijk vandaar dat we gewoon hier even een extra nachtje hebben geboekt, zodat we zeker wisten dat we hier op tijd zouden zijn en onze vlucht niet zouden missen naar huis. Dat is namelijk wel eens eerder gebeurd en dat is gewoon totaal niet prettig, dus we waren gewoon nu heel erg zo van better safe than sorry. We hebben nog vandaag een paar uurtjes de tijd om wat dingetjes te doen, dus ik heb eventjes een lekker zomersjurkje aangetrokken, want het is hier ook echt weer gewoon enorm warm. En ik zal jullie eventjes de uitzicht vanaf de hotelkamer laten zien, want dat is ook wel heel erg gaaf. Het raam is een beetje vies, dus let daar niet op. Maar we zitten heel erg hoog. En dit is het uitzicht. Super mooi. Lekker groen wel. Voordat we, ja, voor het feit dat we echt in een mega grote, drukke en best wel vieze stad zitten. En met vies bedoel ik meer van iedereen rijdt hier gewoon op scootertjes. En er is gewoon enorm veel uitlaatgassen. Zeg maar de lucht die je nu zo ziet, dat zal eigenlijk bijna niet echt anders zijn. Er is hier nog geen één keer echt geweest dat ik veel blauwe lucht zag. Heel soms stukjes, maar dit is eigenlijk gewoon allemaal smog. Maar het uitzicht is wel echt heel erg mooi. En we hebben nog niet ontbeten en er is een heel mooi sushi restaurant dat er hier recentelijk is geopend. De eerste keer dat we hier in Jakarta waren, ongeveer ja, 2 weken geleden toen we hier net aankwamen. Toen konden we helaas niet terecht omdat het helemaal vol zat met allemaal mensen die het ook graag wilden uitproberen. Dus we gaan het vandaag nog een keertje proberen. Dat betekent wel een soort van sushi voor breakfast. Ik heb het nog nooit gehad en ik weet niet helemaal zeker hoe dat gaat bevallen. Maar het is wel een heel mooi restaurant waar mijn vriend heel graag heen wil. Dus dat gaan we doen. Verder wil ik ook nog eventjes langs een mall even kijken of ik nog wat kleine leuke dingetjes kan shoppen. Is niet per se nodig, want ik heb al heel veel leuke dingen geshopt. Daar ga ik trouwens ook nog een shoplog over opnemen. En wat heel erg belangrijk is vandaag, is dat ik dus mijn nieuwe paspoort ga ophalen. Want er is een probleempje geweest toen ik hier net aankwam in Indonesië. Daar heb ik al een hele blogpost over geschreven. Die zal ik ook eventjes in de beschrijving linken. Maar dat is ook heel erg belangrijk, want daarmee kan ik gewoon weer met een gerust hart... Oh, mijn hart zit aan deze kant. Naar huis. En ja, dat is een beetje het plan voor vandaag. De sushi plek en het heet hier Hiro Sushi en het is van een heel mooi restaurant, heel open met en licht, met allemaal leuke soort van papieren bloemetjes aan het plafond. En we hebben net al eventjes wat dingetjes besteld, dus ik heb hier wat edamame boontjes en we hebben ook een heel cool trappetje met allemaal sushi's erop en het ziet allemaal heel fancy uit en heel erg lekker. En ik moet zeggen, ik heb toch wel middels trek gekregen in sushi en dingetjes, dus helemaal prima. Zo, het is weer even later en we zijn inmiddels aangekomen bij de Nederlandse ambassade in Jakarta. En het verkeer viel echt heel erg mee. Als je zeg maar hier bent, moet je altijd super erg nadenken over hoe laat je weggaat. Want het verkeer of in ieder geval de files kunnen echt super slecht, super erg zijn. Maar we zijn echt heel erg vroeg, dus we hebben even plaatsgenomen in een restaurantje dat hier zit. En het is weer grappig, want ze noemen het Hema. Aan de buitenkant heb je ook het echte Hema bord. Maar het is niet de echte Hema zoals wij hem kennen. Auw, maar. Maar dit is zeg maar de menukaart. Je ziet Hema staan met puntjes tussen de i. En hieronder hebben ze een vertaling gedaan. Weet jij wat hier staat? Lekker, goedkoop, artistiek.
Lekker goedkoop artistiek, staat dat er? Ja. Oh. Maar in ieder geval, we zijn dus veel te vroeg, dus we moeten hier nog eventjes wachten. En als het straks tijd is, dan kan ik mijn gloednieuwe paspoort ophalen. Want degene die ik nu heb is eigenlijk niet helemaal geldig. Dus vandaar dat ik vorige week heb ik een noodpaspoort hier moeten maken. Of nee, 2 weken geleden heb ik dat gedaan. En die kom ik vandaag ophalen. Zodat ik vanavond weer gewoon heel goed naar huis kan vliegen. Op de menukaart hebben ze ook allemaal leuke dingen staan. Dus hier weer dat Delfts blauw. Wat ik ook zag was hier zelfs kan je een huzarensalade bestellen. Of een Hollandse kroket. Zelfs bitterballen hebben ze. Stamppot met worst als je er zin in hebt. Pannenkoek met ice cream. Ze zijn een beetje anders. En ze hebben hier ook poffertjes. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Zo, zoals jullie kunnen zien zit ik inmiddels in de mall. Mijn paspoort heb ik opgehaald. Is helemaal goed gegaan, dus dat is super fijn. Toen zijn we even naar een mall verderop gelopen. En daar hebben we allemaal boodschapjes gedaan bij de supermarkt hier. Dus allemaal wat lekkere dingetjes voor thuis. En ik heb net ook nog even een lekker drankje gehaald. Dit is een passion fruit green tea. Denk wel erg lekker, want ik heb echt super dorst. En nu wachten we eventjes op de Uber die ons naar het hotel gaat brengen. Dan ga ik me heel snel omkleden in een outfitje voor een vliegtuig. En dan gaan we naar het vliegveld toe. En dan zit deze hele leuke reis en vakantie er alweer op. Ja, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En laat me even weten of je ook wel eens in Indonesië bent geweest. Of op Bali, of waar dan ook. En waar jij deze zomer bent geweest. Wil ik jullie verder een hele fijne dag wensen. En dan zie ik jullie weer snel in de volgende video. Doei!